Ik wilde een heel meer persoonlijk album maken. Ik wilde een album maken wat iets meer ging over mijzelf. En alle albums die ik hiervoor heb gemaakt waren grote concepten. Dan wel samenwerking met heel veel bekende artiesten. Dat wilde ik absoluut niet voor dit album. Het thema van het album is ook verandering. Daarom heet het ook Today. Dit is waar ik nu ben als mens, als muzikant. En verandering slaat dan op persoonlijke werkomgeving, je gevoelsomgeving. Alles is gewoon anders hier dan dat het was in Amsterdam. Ik zocht een stem die wel karakter had, maar die niet de muziek overnam. Zeg maar het overnam van de muziek. En dat is wat ik wel heb gedaan op mijn vorige album, door te werken met Robert Smith en Dave Gahan van Deepest Mode en Chuck D en Solomon Burke. I mean, dat zijn mensen, zo gauw die gaan zingen, ja, dan nemen ze het gewoon helemaal over. Ik geloof dat het een van de grootste hitsingles is geweest ooit. In de top 50 of zo van de grootste singles ooit. Het was nummer 1 in 36 landen. Ongelooflijk veel singles van verkocht. Miljoenen. En dus ja, het was heel leuk om daar onderdeel van te zijn. Maar in dat jaar nam het alles over van wat ik was als mens, maar ook als muzikant. Nu, 4 jaar later, is het gewoon iets wat heel erg mooi staat op je cv. Het is ook met Coldplay gebeurd. Die zoeken dan naar een bepaalde mix en uiteindelijk komen ze dan bij mij terecht. En ik denk dat het te maken heeft dat ik heel veel ervaring heb in het doen van remixen en niet zomaar een nummer afleveren wat alleen maar gedraaid kan worden door DJ's in een club of zo. Maar dat het gewoon meer een nieuw stuk muziek is. En ik denk dat daar veel artiesten naar op zoek zijn en dat ze dat prettig vinden om zoiets te horen. De drempel om in aanraking te komen met muziek van Junk XL is natuurlijk heel erg laag op het internet. Nadeel daarvan is dat je nauwelijks nog cd's verkoopt, want mensen hebben allemaal de muziek al. En dat is natuurlijk wel jammer. Je weet ook al probeer je met je platenmaatschappij zo goed mogelijk je daar tegen te beschermen, maar ja, mijn album was al downloadable op het net half jaar geleden.